spijt me voor dit gekke licht. Ik weet niet, het is allemaal een beetje eng. Expeditie Robinson, aflevering 11. Terugkijken en meepraten. Ik denk dat dit een vrij korte wordt. Want ik had niet het idee dat er heel veel gebeurde in deze aflevering. Oké, daar gaan we. Even voor de duidelijkheid. Ik heb geen strafgevoelens jegens jullie. Het was voor mij gewoon heel simpel. Ik dacht, wow, ik ga nooit meer van Jaloe een proef kunnen winnen. Hier is, wordt eigenlijk Koos noemt mijn goede politieke huichelaar, zeg maar. Jij bent de grote huichelaar. Maar toen Koos zei van ben ik de volgende en toen ik zei van alles ligt nog, krijgen we weer dit. Ik ga niet meer aan haar zitten. De hele video ga ik niet meer aan haar zitten. Maar toen ik zei tegen Koos van alles ligt nog open, er kan van alles gebeuren. Ik bedoelde ook meer van het spel. Je weet niet wat voor elementen er nog in het spel gaan komen. Dus misschien ben jij niet de volgende, want dan gooien ze weer iets heel geks op ons. Van weer extra stemmen of zo. Nu lijk ik een soort van achterbaks iemand die niet de waarheid zegt. Terwijl dat was niet helemaal de bedoeling. Dat vind ik soms moeilijk aan deze scènes. Om terug te zien dat je soms iets anders bedoelt en dat het er niet helemaal zo uitkomt. JJ wint hem van Jaloe. Dat vind ik heel leuk. Ik ben echt voor JJ. Go JJ. Degene met de zwarte stem. Ja, en ik ga er ook vanuit dat we elkaar gewoon echt allemaal vertrouwen. Want we zijn ook allemaal zo ver gekomen. Dit is denk ik wel een belangrijk puntje. Dat Thomas nu dus oppert dat we het zo gaan spelen. Dat we elke ronde al onze stemmen bij elkaar doen. En dat de laatste ronde niemand meer een stem over heeft. Dus Dio, Jesse, Thomas en ik. En dat we dan op soort van het lot bepaalt wie er dan naar de finale gaat. Dat was een beetje wat we voor ogen hadden. Maar later deze aflevering zie je natuurlijk dat Jesse met een eigen plannetje gaat komen. Ik mag weer naar Winners Eiland, omdat ik nog een muntje over had. Wat een geluk. En oh ja, ik kreeg heel veel mensen die zeiden van oh, het moet wel gesponsord zijn dat jullie weer een wokschotel hadden. Wat? Ik denk dat mensen denken dat echt alles in het leven op internet gesponsord is of op tv. Maar het is toch best logisch dat als je 4 munten hebt, dat je dan een wokschotel neemt voor 4 punten. Wij kunnen er niks aan doen dat die wokschotel 4 munten is. Ja, dat is niet ons. Dat heeft niks met sponsors te maken. It's not going to happen. Af en toe gaat het web ook ver daarin, in die complottheorieën. Maar ik ben er wel achter gekomen dat één van ons heeft maar 1 stem gezet. Dio. Heel slim. Dit is dus het moment dat Jess beseft dat Dio maar 1 stem had ingezet. En dat zij dus een beetje haar eigen plannetje gaat trekken, waar ik dus geen weet van had. Dus Jess beseft hier dat ze het liefst die mannen eruit wil spelen en ik was op Winners Eiland. Dus dat heeft ze niet met mij kunnen bespreken. Dus dit wordt nog wel een dingetje in de aflevering van vanavond. Ik neem het risico om niet te stemmen. Ja, de eilandraad. Ik vond het een beetje een saaie dit keer, omdat er niemand uitging en omdat de pot dicht ging. En toen ter plekke dachten wij ook van ja, wat dat bedoel ik trouwens. Dat is dus weer zo'n twist die er dan aankomt. Waardoor je dus niet helemaal weet wat er gaat gebeuren. Dus ja, ik zou echt zeggen, kijk de aflevering van vanavond. Sowieso zit daar die eetproef in. Dat wordt echt wel een hele pittige. Er zit een soort van zenuwinstortmoment van mij in. En ik dacht, laten we weer even een paar vragen beantwoorden die ik altijd krijg. Waar ga je poepen? Of waar plas je op het eiland? Gewoon in de zee of ergens in de bosjes. Er is geen wc en er is ook geen wc-papier. Dus je moet dat gewoon met bladeren doen of afspoelen in de zee. En dat went echt best wel snel. Tanden poetsen, dat kan echt niet. Je hebt geen kam, je hebt geen tandenborstel. Libido, niemand heeft zin in seksuele dingen of zo. Dus er ontstaat ook verder helemaal niks. Hoe doe je dat met scheren? Ik had gelaserd, dus ik had niet echt meer haar. Maar ik weet dat de meeste vrouwen hebben geharst. En ja, een snor en een soort van een unibrow, die krijg je dan wel. Als ik vragen mis, let me know. Maar goed, oké. Dit was hem voor deze week. Even een vrij korte. Ik ben er nog. Dus ik zie jullie volgende week weer. Vanavond is dus aflevering 12 alweer. Kijken. Doei.